2012. We hebben vanavond twee categorieën. De categorie met bedrijven met minder dan 10 werknemers en de categorie bedrijven met meer dan 10 werknemers. Dus ook twee winnaars en twee prachtige trofeeën die hier al klaarstaan. En wie er vanavond gaat winnen, dat wordt bepaald door onze jury. Peter van Baren van Hermanides de Vries van Baren Advocaten. Cor de Jong van de Albert Heijn in Boxtel, wie kent hem niet? Hans Barels van de Rabobank Dobbel en A. Ruud van Oers van de Van Oers Groep uit Boxtel. En hij was vorig jaar geen jurylid, maar hij was finalist. En hoe was dat de vorige keer? Dat was een hele mooie ervaring, Marieke. En we wisten niet dat de BOT in Boxtel zo leefde. Dus toen wij binnen ons bedrijf hadden bekendgemaakt dat wij meededen, toen ging het ook in ons bedrijf leven. En dat is wat we geleerd hebben, want ik sta hier als winnaar van de vorige editie. Maar ik doe dat met het hele bedrijf. En dat was geweldig om mee te maken. Ja, want er staan hier achter de deur, staan onze 7 finalisten al klaar. Toen jij finalist was, was je een beetje zenuwachtig? We waren heel zenuwachtig. Ja? Absoluut. Ja. Was geweldig om mee te maken. En uiteindelijk ging jij dus naar huis met het trofee. Heeft dat impact gehad op je bedrijf? Ja, dat heeft veel impact gehad. De media die gaf daar veel aandacht aan. Dus de volgende dag kwamen de bloemen en de felicitaties al heel snel binnen. En niet alleen van Bokselse mensen en Bokselse ondernemers, maar ook van onze klanten. Want het werd goed uitgemeten. Dus wij zijn 2 jaar heel trots geweest dat wij winnaar waren van de Bokselse ondernemers trofee. Helemaal top. Je mag plaats gaan nemen op de jurybank. Dankjewel Ruud. Bijna tijd om de hoofdrolspelers van de avond op het podium te roepen. We gaan eerst starten met een filmpje. En dat filmpje is speciaal voor ons gemaakt door Omroep Dommeland. Ik zit hier bij Dinercafé Knus. En naast mij zitten Monique. En Frank. En Bindi. Welkom. Welkom. Dankjewel. Vertel eens, waarom hebben jullie lef? Waarom hebben wij lef? Ja, wij zijn natuurlijk hier begonnen waar toch eigenlijk niemand durfde. En we hebben gewoon de koe bij de horens gepakt. En ook privé en zakelijk alles op zijn kop moeten zetten. Verhuisd natuurlijk met een kind van 1. Je eigen woning opgegeven. Hier gaan wonen. Zakelijk gezien een pand waar eigenlijk geen bedrijf meer in zat. En dat hebben wij gewoon aangepakt met de eigenaren van dit pand samen. Dit is ons terras. We hebben een overdekte veranda waar je verwarmd kunt zitten met warmtelampen, met een rokershoek. Waar je de hele winter ook gewoon naar behoefte kan roken, warm. Een vuurtafel waar je met gasten omheen kan zitten buiten, het knusse gevoel ervaren. Ja, dit is het restaurant met een aparte serre en een cafégedeelte. Het cafégedeelte staat ook open voor borrels en partijen, recepties, jubilarissen. We hebben de keuken bewust opengemaakt om een open karakter te krijgen. Wat toch wel belangrijk was hier, want mensen kwamen hier niet meer. Dus we wilden per se laten zien, maar kom maar gerust kijken. En bovendien is het voor ons ook wel leuk, want wij kunnen de gasten zien. En dat geeft toch wel een beetje meer ontspannen sfeer. Dankjewel voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Ja, heel graag gedaan hoor. Die 9 weken is met Frank de Leijden. Bij het bedrijf van Peter Verzijden. Jullie zijn genomineerd. Ja. Vertel, waarom hebben jullie lef? 20 jaar geleden zijn we begonnen met de fysiotherapiepraktijk. Eigenlijk altijd
vooruitstrevend geweest, willen groeien, nieuwe dingen willen introduceren. Mm. En eigenlijk de laatste tijd op zoek naar een nieuwe locatie gegaan. En uiteindelijk kwam deze locatie voorbij. En dat was voor mij in ieder geval een unieke kans om ja te zeggen en vol ervoor te willen gaan. Mm. Multidisciplinair centrum is de ambitie. Vanuit fysiotherapie gestart. Ja, natuurlijk is het lef als je zegt van ja, ik laat een lopende praktijk achter en ik steek mijn nek weer opnieuw uit. Nou. Om een groter pand te gaan bezetten. Maar wel met het idee van daar wil ik naartoe, die visie. Ja, daar heb ik geen twijfel over. Daar gaan we ook gewoon waarmaken. Ja. We richten ons op orthopedie sport en allerlei beweegprogramma's. We hebben altijd ambities om dingen te verbeteren en te veranderen. Hierachter hebben we nog 300 vierkante meter liggen. Zo. En daar is nu de huur eruit. En daar ben ik eigenlijk nu over nadenken om daar een verdere invulling in te krijgen, zodat we andere disciplines erin kunnen gaan zetten die eigenlijk ondersteunend zijn. We denken daarbij aan een diëtist, een orthopedisch schoenmaker, een podoloog, maar ook eventueel een psycholoog. En allerlei dingen eigenlijk die elkaar kunnen ondersteunen. De gedachte is dat bijvoorbeeld een patiënt hier binnenkomt en dat die van verschillende diensten gebruik kan maken. Dat we ook een multidisciplinair overleg kunnen hebben. Mm. En op die manier eigenlijk gewoon een maatwerk kunnen leveren. Ja. Ja. Altijd. Ik ben hier bij het IJscafé. En ik zit hier met... Mark Schilder. Hoi Mark. Hoi. Jullie hebben lef. Vertel eens. Ik denk dat wij mee mogen doen met de nominatie voor de BOT. Omdat we ooit een viszaak gehad hebben en getwijfeld hebben, of eigenlijk wel beter hebben geweten dan dat we dat in de toekomst vol konden blijven houden. En wij zijn veranderd van winkel en wij zijn ijs gaan verkopen. En goede beslissing geweest? Tot nu toe wel, ja. Ja, we hebben nog steeds niet te mopperen en we zijn nu met 4,5 jaar bezig, vijfde ijsseizoen en het gaat eigenlijk prima. Ja. En ik zie hier achter me hele lekkere bonbons. Die zijn jullie ook aan het verkopen? Ja, wij zijn natuurlijk een seizoensbedrijf. En we moeten het hebben van de zomer met het ijs. En dan heb je ook nog een vijftal maanden in de winter. En ja, dan moet je ook een oplossing voor zien te vinden. Dus wij proberen dat in combinatie met chocolade. En ja, dat gaat ook prima. Ja, de mensen weten het steeds beter te vinden. Ja. Ik hoorde dat er ook kinderfeestjes gegeven werden hier. Wij geven kinderfeestjes en workshops, ook voor volwassenen. Dan komen de kinderen komen hier de verjaardag vieren. Die worden gezellig ontvangen en ze gaan ijs maken. Ze maken chocolaatjes, bonbons. Ze maken chocoladetekeningen. Het is één grote snoep en kookfestijn eigenlijk. Dan zijn ze lekker in 2,5 uur mee bezig. We zullen eens gaan proeven. Ik sta hier bij Tiga Beauty & Spa en naast mij staat... Gemmy. Gem, vertel eens, waarom hebben jullie lef? Lef heb ik, Josephine, omdat wij een sportcentrum hebben. En nou, lang geleden het lef hadden om de Ark te kopen hier in Boksel, om er iets groots van te maken. En nu, midden in de crisis, heb ik weer lef gehad om een grote Beauty & Spa te openen in Boksel. Knap, hoor. Ja. Ja, het gaat allemaal om arrangementen, verwennen met je vriendin, met je moeder. Dacht ik, daar is er niet een box, dat gaan we gewoon doen. En toen werd het, de economie zakt een beetje in. We hebben het toch doorgezet en dat is wel lef. Ik denk dat dat wel ons lef is. Nou, de sauna. De sauna hebben we er expres bij genomen omdat je een arrangement compleet maakt met een sauna. Tweede belangrijke is, kijk, ik heb natuurlijk een sportcentrum en niet iedereen is mooi en dun en slank. En mensen hebben moeite om naar de sauna te gaan. Hier is de sauna dan alleen voor jou. Of voor jou met je vriendinnen. Dat vinden mensen geweldig. En daarna kunnen ze dan heerlijk een lunch nuttigen hier. Wat we weer in samenwerking met een Boksels bedrijf doen. En daarna gaan de dames heerlijk in een gezichtsbehandeling. Ja. Dan komen we nu bij de visspa. Allemaal al wel een beetje bekend, hè? Maar toen we begonnen was het nog heel nieuw. De visjes die aan je knabbelen. En daarna doen we daar gezellig een pedicurebehandeling bij. Dat is echt nieuw in Boksel. Oké, nou echt geweldig, Gem. Ja, kei leuk om eens te zien. Ik vind je heel erg succes. Ik sta hier bij DM Holland. Hoi. Hallo. En ik spreek met... Frank van Schaik. Waarom hebben jullie lef? Wij hebben lef omdat ik vind dat we de laatste tijd, ondanks dat het natuurlijk crisis is in de wereld, veel geïnvesteerd hebben in personeel, machines en
andere manier van productie drijven in Nederland. Ja, daar hebben we veel efforts voor gepleegd. En ook met de communicatie voor de marketing, nieuwe website, nieuwsbrieven, nieuwe folders. Dat soort dingen om allemaal wat hoger in zoekmachines te geraken. Daar hebben we allemaal heel veel nieuwe efforts voor gepleegd. En ja, dat is de reden waarom ik denk dat we lef hebben. Want wat maken jullie precies? Wij zijn zelf producent van transportwielen en gaffels. Gaffels zijn de zwenkvorken, het draaiende gedeelte, wat meestal gepaard gaat met wielen. En dan maken we hier in Boksel zelf de specials en het zwaarlast van. Okay. Dus, jullie zitten alleen maar in Boksel? Wij zitten in Boksel en we hebben een verkoopkantoor in Zaandam. We zijn in januari 2007 gefuseerd met een Zaans bedrijf. Nou, inmiddels alle productie- en warehouse-activiteiten naar Boksel gehaald. En daar wel een verkoopkantoor gehouden, omdat we via die positie heel snel in de Randstad zitten. Maar ook over de afsluitdijk in Friesland en Groningen. Dus het is goed verdeeld zo in Nederland. Dankjewel. Je kunt mij proberen te invloeden, maar ik heb niet zoveel zin. Ik sta bij Helicom Opleidingen en ik sta hier met... Hans van Wetering. En jullie hebben lef. Ja, dat kun je wel zeggen. Wij hebben lef. Ik zal je laten zien wat voor opleiding wij hebben. Je ziet hier een landkaart. En die landkaart, daar zitten wij hier op het Hooggebergte. En op het Hooggebergte gaan die leerlingen allerlei dingen leren. En dan gaan ze leren toepassen in Windland of in Waterland... of in Zonnerijk, een unieke opleiding hier in Nederland, want die bestaat nog nergens. Wij zijn de eerste. Okay. En dat is sowieso al lef hebben om de eerste te zijn in Nederland. Ja, we zullen eens even wat kijkje nemen in de laboratoria. Dankjewel. Wat gebeurt hier? Nou, we zijn hier in een scheikundelaboratorium, waar de leerlingen les krijgen over biodiesel maken en bioethanol maken. Hier gaan ze een hele volledige windmolen assembleren, met de elektrotechnische installatie erbij. En die gaan ze ook zelf een klant verzoeken om die te installeren. Dus het is niet zomaar een fake project, maar het is echt... Ze gaan ook naar buiten een opdrachtgever zoeken. Nou, dit is onze golfkar. Die rijdt op houtgas. En dan moeten ze uitzoeken wat voor hout het is, hoeveel CO2 dat hout heeft opgenomen. Hoe lang kun je erop rijden? En is dit een duurzame oplossing? Nou, dit is onze botsauto, waar de leerlingen dus leren om naar elektrotechnische installaties te kijken... bij een zonnepaneel en een huisinstallaties. Universiteiten kiezen voor een high-tech voertuig... En wij hebben besloten gewoon het aan een botsauto van 70 jaar te koppelen. Ja, mag ik gewoon doorlopen, maar iedereen heeft zijn steun en toeverlaten op de eerste rij zitten. En ik zie dat jij alleen zit hier. Dus die meneer van de film, ik weet niet of iemand hem herkent, maar volgens mij zit hij al wel in de zaal. Of nog niet? Als iemand hem zo meteen ziet, de zaal binnenstipt, dan moeten ze zeggen... Vooraan moet hij zitten, bij Stam. Succes! Ik sta hier bij de taxicentrale De Meierij uit Liemt. En ik sta naast de eigenaar, de heer... Jan van Kasteren. En jullie zijn genomineerd. Proficiat, vertel eens, waarom hebben jullie lef? Waarom hebben wij lef? Wij proberen als ondernemer ons te onderscheiden. Maar afgelopen jaar zijn we met ons CO2... neutraal taxivervoer begonnen. En dat wil dus zeggen dat we proberen een stuk aan het milieu tegemoet te komen. Want dat is een belangrijke factor die in de branche speelt. Nou, we hebben de mensen dus allemaal op cursus gezet. Dus voor het nieuwe rijden. Want om CO2 neutraal te kunnen rijden, moeten de meeste mensen het behalen in de taxi. Dus het heeft veel met rijgedrag te maken. Je moet vlot opschakelen, het motorvermogen onderin gebruiken. Wagens uit laten rollen, dus anticiperen in het verkeer, dus op tijd van het gas af. We hebben op het moment al 15.000 liter brandstof bespaard vanaf januari. Zo. Met deze actie. Dus daar zijn we best wel trots op. Kunt u ook eens iets vertellen wat we hier allemaal zien op die beeldschermen? De centralist die heeft zeg maar overzicht over de ritten die besteld zijn door de mensen. Het ritscherm laat zien waar onze auto's eigenlijk allemaal zitten. We krijgen daar elke minuut... een signaal van binnen van op welke plek dat die is, om de planning zo optimaal mogelijk te maken en ja, zo efficiënt mogelijk te kunnen werken. Dankjewel. Nou, graag gedaan en ik kijk uit naar 15 november.
7 finalisten. En wat mij betreft ook meteen 7 winnaars. 7 ondernemers met lef. Allemaal uit Bokstel. En daar mag Bokstel trots op zijn. En dat is Bokstel ook. Dames en heren, een applaus voor Wim van der Zanden, onze wethouder. Dankjewel. Wim van der Zanden, ja. Wethouder van deze gemeente. Maar daarnaast ook ondernemer. En ik was gisteravond thuis aan het werk. En ik denk, god, lef is eigenlijk wel een heel mooi thema. Meervoud van lef hebben we zeker in Boksel. Dat is dus heel veel lef. Maar ik denk, het meervoud van lef is eigenlijk leven. Alle ondernemers die vandaag zitten, met name de genomineerden, hebben inspiratie gehad, motivatie, uitdaging en daarna ook groei meegemaakt. En als je ziet dat je dergelijke zaken met passie onderneemt en je ziet dat het slaagt, krijg je daar positieve energie van. En die positieve energie maakt uiteindelijk dat je ook prettiger in het leven staat. Wij als Boksel zijn heel trots dat we zoveel ondernemers hebben. En wat kenmerkt de Bokselse ondernemers is vooral dat ze ook betrokken zijn bij de gemeenschap Boksel. Betrokken bij heel veel verenigingen, bij heel veel organisaties en door belangeloos vaak ook heel veel tijd in investeren. En dat maakt ook dat onze maatschappij en de gemeenschap Boksel ook trots mag zijn op deze ondernemers. Ik wens je een hele fijne avond en volgens mij zijn er toch wel een aantal mensen wat zenuwachtig, maar geloof me, dat wat zachtjes aan echt wel wat minder. En net tegen de tijd dat de uitreiking plaatsvindt, dan zal het wel weer op een hoogtepunt zijn. Maar allemaal proficiat vast met deze avond in ieder geval. Dankjewel, Wim. Van je boot, lef zingen, of is het je boot? Aan het eind vanavond kan iedereen weer meezingen, denk ik. 7 finalisten, 2 categorieën. Van nominatie tot bedrijfsbezoek en nu hier. Vanavond zal onze jury bepalen wie de winnaar wordt in zijn of haar categorie. Hiervoor hebben we 2 rondes. De eerste ronde is een elevator speech. Frank Rijnen, Dinercafé Knus. Ja, daar sta je dan. Het is inderdaad, de meeste van ons zijn een beetje zenuwachtig, waaronder ik. Maar al mijn collega's hier vooraan ook, want die heb ik straks samen gesproken. En we hadden het er straks ook al over gehad, eigenlijk hebben we allemaal al gewonnen. En zo voelt het ook, zeker vanwege de publiciteit die we al hebben gehad. Ondernemen met lef. Ik vind het ook onlosmakelijk aan elkaar verbonden, ondernemen en lef. En voor ons is het ook iets natuurlijks om te ondernemen. En dan moet je natuurlijk ook vooruitdenken en dus lef hebben. Hebben wij lef gehad? Ja, ik denk het wel. Wij zijn daar begonnen op een plekje waar eigenlijk niemand wilde of durfde. Huis en haard verlaten, werd in het filmpje ook al gezegd. En daar toch de schouders onder gezet. En allebei 100%. Ook Monique, want die staat hier nu niet, want er mocht maar eens spreken. Wat best hoor. Monique, die hoort er ook gewoon bij, het gezicht van het bedrijf. Hebben we daar toch met z'n tweeën iets heel moois van gemaakt. En we hebben een heel leuk plekje daar in Bokstel gevonden. En wij hebben het goed naar ons zin, dus voorlopig zijn wij nog niet weg. Voorlopig ben je ook nog niet van podium af. Onze volgende kandidaat, Peter Verzeijden. Goedenavond allemaal. Hier sta je dan als ondernemer, genomineerd. Dat is een eer. En dan denk je bij jezelf van, god, waarom ben ik nou eigenlijk genomineerd? Waarom heb ik nou lef getoond? Waarom hebben wij als bedrijf nou lef getoond? Toen ben ik eigenlijk gaan nadenken, als ik dan terugkijk naar de beginperiode waar wij zijn gestart samen met Tinker, mijn vrouw, 20 jaar geleden, als een half jaar afgestudeerd. En we denken, kom, we gaan gewoon beginnen, we gaan gewoon een fysiotherapiepraktijk beginnen. Fysiotherapie had een nieuwe boost nodig, ik had een idee, we zijn gewoon begonnen. De praktijk is langzaam gaan groeien. We hebben in 1997 de praktijk verbouwd. Ik had de eerste keer een medewerker erbij, Peter Lemmers. De praktijk groeide verder. Toen kwam de periode dat het zover was dat ik mijn ideeën niet kwijt kon, dat we de ruimteproblemen hadden. Dus we moesten op zoek naar nog meer ruimte. We hebben een locatie bij het Dommelbad kunnen huren.
uiteindelijk op zoek nog steeds naar verdere invulling van je droom. Toen kwam in 2010 kwam het pand voorbij aan de Baan de Vrouwenlaan. Toen heb ik eigenlijk geen moment geaarzeld van moet ik hier nou iets mee? Ja, ik moet hier iets mee. En samen met een team wat ook gelooft in die visie en ook om, waarbij kwaliteit centraal staat, elkaar verbeteren, elkaar beter maken. Het feit dat in mijn team nu 4 mensen ook een master studeren zegt genoeg over de ambities die deze praktijk heeft. Uiteindelijk moeten wij gewoon op deze plek kunnen uitgroeien naar een multidisciplinair centrum waarbij een klant gewoon centraal kan staan. Waarbij wij gewoon iemand binnenkomt goed kunnen bedienen, mensen goed kunnen helpen, bewegen kunnen stimuleren. Want de problemen van de toekomst die komen eraan en die zullen niet om gaan liegen. En met een tijd waarbij een overheid is die terugtrekt uit de zorg, waarbij je dus gewoon ballen moet tonen zeggen, om dingen te veranderen en juist gas te gaan geven in plaats achterover te gaan leunen, denk ik dat wij daar heel veel lef in hebben getoond. En op die manier denk ik ook gewoon dat wij een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan Bokstel als gemeenschap. Yeah. En als volgende kandidaat, Mark Schilder. Goedenavond allemaal. Ondernemen lef. En ik heb het er met Willemijn over gehad. Zijn wij ondernemers met lef? We hebben het dus een keer opgezocht in de Dikke van Dalen. En dan staat daar moed, durf. En daar staat ook iets bij als laf. En daar staat werkelijk bij als een vis die niet goed is. Oh. Nou, dat was bij ons zeker niet het geval. Onze vis was altijd meer dan goed. Alleen hadden wij wel het idee dat we het de komende 30 jaar niet in de visbranche zouden kunnen redden. En wij hebben dus een switch gemaakt. Dan heb je dat idee en dus dan trek je een streep door een wel goed lopende winkel. De apparatuur wordt ouder, de normgeving wordt strenger, de vis wordt moeilijker, dat is allemaal kweek. En dan moet je lef tonen. Je moet naar je moeder, na 70 jaar visgeschiedenis van de familie Schilder in Bokstel, moet je zeggen, ja ma, we trekken de stekker eruit en we stoppen ermee. En wat nu? Ja, dat is een goede vraag. Nou, we hadden in ieder geval besloten dat we zouden blijven ondernemen. En waarin, dat zien we dan nog wel. Nou, ik ben op een nacht wakker geworden en ik heb gezegd, ik ben eruit, we verkopen ijs. Ja, zo gezegd, wij de winkel dicht, verbouwen, ik in het vliegtuig en naar Italië, leren ijs maken. Het was wel spannend, Willemijn. We hebben 2 kinderen, de derde was op komst, ze zijn 7 maanden zwanger. Even inhouden. En dus we hebben een stap genomen en we hebben een winkeltje neergezet met goede producten, eerlijke producten, goed kwaliteit. En we proberen een sociaal samenzijn te zijn. Niet alleen een ijsje verkopen, maar gewoon een gezellig familiepunt waar je de dag door kunt nemen en leuk met de kinderen iets lekkers kunt genieten. Ja. Kandidaat in deze categorie, Gemmy Scherkens. Ik blijf wel zo staan, als dat mag. Nee hoor. Ja, lef, dat is ook lef. Tiga, voor velen een begrip wat betreft sporten en bewegen. Gelukkig dat ik hier heel veel sportieve mensen zie. Net zoals Peter zijn ook wij bezig met bewegen en gezondheid. Maar op mijn pad als ondernemer, nog even terugkomend op lef, zie ik zeker in Bokstel dat iedereen lef heeft die een onderneming heeft. Hè? Ik neem even Philippe als voorbeeld met de geweldige herenzaak op de markt in Bokstel. Dan denk ik, dat kan nog veel beter, dan kunnen we nog veel meer doen. Bokstel is zo'n geweldig dorp. Jan en ik zijn hier heel toevallig terechtgekomen als danseres en tennisleraar, want wij vonden Bokstel een leuk dorp. En dan denk je, hier is nog veel meer van te maken. Zo ook bij mijn eigen leden. Hè? Gem, ik heb weer bewogen, ik ben weer deze week 3 keer geweest, goed zo. Waar is dan de balans van nog een beetje genieten? Sporten is genieten, maar niet voor iedereen. Voor heel veel mensen moet het ook. En toen dacht ik, daar hoort ook een beetje ontspanning bij. We hebben een sauna in ons sportcentrum, maar een sauna met heel veel mensen, dat vindt ook niet iedereen fijn. Dus Jan en ik woonden ernaast, ik dacht, goh, dit huisje ga ik helemaal niet verkopen. Daar is lef voor nodig. Ik ga daar iets anders in beginnen. Voor de klanten, maar ook voor mensen die niet bij mij klant zijn. In het sportcentrum. Een mooi beautycentrum.
met alle professionele apparatuur, waarbij wij ons willen onderscheiden van een klein schoonheidsbehandelingetje. Dus een sauna voor iedereen die even niet in de grote massa wil zitten en daarnaast gewoon geweldig aan het sporten is. Tiga's in beweging, zo ook met de Bluetooth Spa. De Juniorkamer Dommeland organiseert op jaarbasis diverse evenementen. En zij koppelen hier ook heel graag een goed doel aan. Zo ook deze avond. Dames en heren, mag ik een hartelijk applaus voor Marie Verstegen van de Stichting Het Bewaarde Land. Om de essentie van waar wij voor staan, is dat wij kinderen een band willen laten krijgen met natuur. Wij nemen kinderen mee naar buiten. En we hopen dat aan het eind van die dagen dat wij ze mee naar buiten nemen, dat kinderen zeggen van, daar wil ik vaker naartoe. We gaan 3 dagen met ze op pad. Het zijn 3 dinsdagen op rij, 3 donderdagen op rij. En dan zijn de kinderen de hele dag in de natuur. We werken in kleine groepjes van maximaal 8 kinderen. En die groepjes worden begeleid door de wachters van het bewaarde land. En dat zijn allemaal vrijwilligers. We hebben inmiddels meer dan 100 vrijwilligers die regelmatig met groepjes kinderen op pad gaan. Dankjewel. Nou, je mag niet meer staan. Jullie vonden het heel goed om al jullie vrijwilligers in ieder geval een beetje in het zonnetje te zetten door middel van een cadeautje. Nou, de wens was een vuurzetje. Ik ben heel blij dat we daaraan hebben kunnen voldoen. We gaan weer verder met de elevator speeches. En de eerste die ik graag op het podium wil roepen is Frank Verschijk. Bij ons is het lang geleden begonnen. We zijn een oerboksels bedrijf. Begonnen door ons opa, dat wil zeggen net na de oorlog in 1951. Begonnen in de oude molen, daarna doorgegroeid naar de Vleeuwenstraat. En op een gegeven moment op het industrieterrein terechtgekomen op de Verzalmstraat. Daar heeft pa het op een gegeven moment het roer overgenomen. Die is nog 1 keer verhuisd naar de Ladingsweg, waar we nu nog steeds zitten. En op een gegeven moment wordt er aan mij gevraagd van, nou ja, wil jij dat over gaan nemen? Want ik was al een tijdje werkzaam door de gezondheid van pa. En daar was ik niet super enthousiast over, maar dat heb ik wel gedaan. En van daaruit zijn we verder gaan bouwen. In 2006 heb ik het overgenomen, is pa met pensioen gegaan. En toen zijn we meteen in 2007 zijn we gefuseerd met een Zaans bedrijf. Dat is op zich wel lef hebben. Dat wisten we niet van tevoren, maar het zou zeker lef zijn geweest als we wisten dat in 2008 er een crisis aan zat te komen. Dan hadden we het waarschijnlijk niet gedaan. Nu dus wel. En daarin zijn we eigenlijk min of meer gewoon gedwongen om door te gaan. Op een gegeven moment alles bij elkaar gepakt, ging allemaal niet precies volgens wens. En doorgegroeid naar de... Ben ik al zo ver? Oh, ja, het gaat heel snel. Tjoh, ik had er misschien nog wel 5 minuten. Volgende kandidaat, Stan Helikop. Nou, ik herkende in het presentatie van Marie van het Bewaarde Land de passie voor natuur en de opdrogende subsidiestromen. Dat komt omdat ik directeur ben in het onderwijs. We hebben te maken met diezelfde zaken. Ik ben verantwoordelijk voor de locatie in Boksel en in Den Bosch. En daar zijn we heel trots op. We zijn een atypische school. De meeste mensen denken bij een onderwijsinstelling aan behoudend en achter de markt aanlopen. Dat zijn wij niet. Wij krijgen eerder verwijten dat wij te ondernemend zijn en de grenzen opzoeken. Daar waar de onderwijsinspectie in het hart staat van het onderwijs, zitten wij op de randen omdat jullie, de bedrijven, daar zitten. Wij leiden namelijk leerlingen op om bij jullie toegevoegde waarde te leveren. Dus wij luisteren heel graag naar de bedrijven en proberen niet te denken vanuit alleen maar dat wat mag en wat moet in het onderwijs. Het beste voorbeeld daarvan is de opleiding Green Engineering, die jullie straks hadden gezien. Dat is de eerste duurzame opleiding van het land. En daar hebben wij lef getoond. Normaal gesproken moet er in drievoud allerlei subsidies worden aangevraagd, zodat je over 4-5 jaar mag starten. Wij dachten, wij zien een gat in de markt en we springen erin. We hebben bedrijven gevonden die bij ons meedenken en meewerken. En we hebben zelf ook geïnvesteerd. Nou, ondertussen hebben we de eerste klas gestart en de tweede klas staat al te popelen. En we merken dat ook in het Bokselse ondernemingsleven heel veel bestaande monteurs interesse hebben om je duurzaamheid zichzelf eigen te maken. Dus ook een oproep aan jullie. De Wageningse Universiteit, de HAS en andere mbo's die kijken ondertussen toe hoe wij de eerste duurzame opleiding hebben gestart. En hoe wij dat in Boksel gedaan hebben. En samenvattend kunnen we eigenlijk zeggen dat Boksel het duurzame middelpunt is van Nederland op het gebied van onderwijs. En dat komt omdat wij als Helikon lef hebben getoond. Dank jullie wel. En
resultaat in deze categorie. Jan van Kasteren van taxicentrale Meijerij. Wij zijn actief in het kleinschalig personenvervoer tot 8 personen. We hebben hierbij 50 auto's elke dag op de weg met 100 medewerkers. En we vervoeren op jaarbasis 200.000 mensen. En daarbij rijden wij 2,5 miljoen kilometers. We hebben lef getoond door maatschappelijk verantwoord te durven ondernemen. Daar hebben wij begin dit jaar een project opgestart voor CO2-neutraal taxivervoer aan te bieden. Wat inhoudt, waarbij dus heel erg de focus ligt op onze medewerkers daarin heel erg sterk te motiveren. We hebben onze medewerkers ook de cursus Het Nieuwe Rijden onder de aandacht gebracht. Dat ze dus zelf kunnen zien wat hun gedrag met het verbruik van brandstof is. En ook de belasting van het milieu. Want dat is toch een heel belangrijk item in onze branche, het milieu, om daar een goede toevoeging aan te brengen. De missie van ons bedrijf is een betrouwbaar vervoerder te zijn en om mensen een comfortabele en een veilige taxirit te bezorgen. Maatschappelijk ondernemen heeft nog meer in zin. Hè? Mensen met een beperking op de arbeidsmarkt, om die ook een kans te gunnen in ons bedrijf. Om die op te leiden en ook een gemotiveerd medewerker te krijgen. Al deze mensen. Je mag je zin afmaken. Ik was er maak je zin af, Jos. Dames en heren, applaus voor Destiny Dance. Dankjewel, dames en heren. Wat een fantastische avond, hè?
Mijn naam is Marcel, Marcel Stevens. Ik heb deze avond met jullie meebeleefd. Ik vond het geweldig, ik heb er dingen meegeschreven. De Bokstelse Ondernemerstrofee 2012. Georganiseerd door de Juniorkamer Dommeland. Het is keihard werken voor de jury, dames en heren. Ik weet hoe het gegaan is. Ze hebben gebeld met Helicon. En toen heb ik gezegd, welke ondernemers hebben dan in ieder geval mbo-diploma? Toen zijn ze doorgereden, dames en heren. En toen hebben ze zich laten masseren bij het Medisch Centrum Verzeilen. Even lekker de spieren los. Nou, toen zijn ze losgegaan, dames en heren, bij het dinercafé Knus. 8 gangen diner, 6 soorten wijnen doorheen. Op een gegeven moment zei Cor tegen ons, luister eens, wij gaan niet meer rijden. Dus we hebben taxi de Meijerij gebeld. En door naar het toetje, dames en heren. Het toetje was in het ijscafé. Het rook nog een beetje naar vis, maar dat werkte niet gelukkig voor ons. En ze gingen door. Bonbons erin, ijscafé, alles erop en eraan. Jan van Kasteren gebeld. Jan, we gaan nog naar Tiga Beauty en Spa. Jan zegt, dat is goed, gas erop. Dus ze hebben zich flink laten verwennen door Gemmy. Ja, want Gemmy zei het al, ze heeft een sauna voor jou en je vriendinnen. Nou, dat vond ik heel mooi. Ja, die zijn daar geweest. En ik zal het je vertellen, want ik heb het van Gemmy gehoord. Cor zat in de sauna. Ruud had net zijn eerste maskertje op zijn gezicht. En Cor zei tegen Ruud, shit, we moeten nog naar Frank van DNM Holland. Naar wie? Zegt hij, naar Frank. Naar die wielen. Nou, zegt Ruud met een maskertje, loopt allemaal op rolletjes. Laat gaan, laat gaan. En dat is lef, dames en heren. Dus jullie jury, ja. Dan gingen we beginnen met de filmpjes. Geweldige filmpjes, hè. Door de lokale tv opgenomen en jullie eigen presentatrice, de lokale Angela Groothuizen, Josephine. Geweldig. En die met een microfoon was een eigen chihuahua. Had je gezien? Heel vooruitstrevend. In één keer is een blonde chihuahua onder je neus. Mensen schokken ervan. En in het filmpje zag je het. Hè? Je zag eerst Marks ijscafé van Mark. Hè? Het ijscafé. Hij zei, ja goed, we hebben dat op een gegeven moment tegen ons moeder moeten zeggen. We gaan van de vis naar de ijs. En die heeft de vis verkocht aan Gemmy in Tiga Beauty in Spaan. Zit je met je voeten in nou, hè? Dat wordt kruisbestuiving nou. Zo gaat het gewoon. En toen kwam het hoogtepunt van de avond. Vond ik persoonlijk, ik weet niet of je in de zaal zit. Dames en heren, uw en mijn wethouder van Bokstel, Wim van der Zanden. Zit Wim nog in de zaal? Oh. Sorry Wim, dat wist ik niet. Moet ik een andere versie op gaan lezen. Ik denk, Wim, als je wethouder bent en ondernemer, dan heb je druk. Dat een mooie rollende R. Maar ik denk, ja, ondernemer, welke opleiding heb jij dan? Want ja, de YouTube-kamer zegt, ja, een hoger opgeleid. Maar goed, had een mooi verhaal. Financieel, dames en heren, zit het dicht. En dat kunnen wij bij de gemeente niet zeggen. Gewoon niet zeggen, maar dat heeft hij niet. Dat zei hij niet. Hij zei compliment. Maar hij zei, er zijn kansen genoeg, dames en heren. En je moet geen beren op de weg zien. En als je een goed idee hebt, hier, in Boksel, dames en heren, dan kom je naar de gemeente. En dan bepalen wij wel of dat een goed idee is. Hoe gaat het hier in Boksel, dames en heren? Dames en heren, dan is het nu toch echt de tijd gekomen om de winnaars van vanavond bekend te gaan maken. De winnaars van de BOT 2012 zijn geworden. Verzeilen? Wat betekent dit nou voor jou? Nou, voor mij is het erg belangrijk. De spanning is enorm opgebouwd gedurende de avond. Dus
Ja, het was spannend tot op het laatst. We wisten begon niet waar de jury allemaal op jureerde. Maar voor mij is het heel belangrijk dat het een stimulans is om door te gaan waar we mee bezig waren. Kijk, je hebt er zelf vertrouwen in. Maar als mensen met veel ervaring daar nog eens bevestigend op antwoorden, dan is het een stimulans om zo door te gaan. Had je het verwacht? Nee, ik had het niet verwacht, maar dat gaf ik net ook al aan. Het is hartstikke moeilijk om te kijken waar de jury nou uiteindelijk naar kijkt. En ik had het in mijn eigen elevator pitch wel erg lastig gemaakt, omdat ik zo'n lang intro had dat mijn tijd er eigenlijk al op zat. Dus dat was jammer, maar uiteindelijk toch nog geworden. Maar je hebt hem in ieder geval. Ja. Keileuk en heel veel succes met de prijs. Dankjewel. Okay. Voor mij eigenlijk een bevestiging dat we op de goede weg zijn. En dat we de keuzes die we hebben gemaakt, dat die goed zijn. En dat we juist nu vol gas door kunnen gaan met de plannen die we hebben. En als je op deze manier beoordeeld wordt door een jury met bedrijven die zo verschillend zijn. Ik snap niet hoe ze het hebben moeten doen. Dat begrijp ik echt niet. Maar ik vind het knap. En ik had van mezelf niet verwacht dat wij het zouden worden. Mm-hmm. En ja, als je dan dat toch hoort, denk ik, nou, dan doen we blijkbaar iets goed. En een bevestiging en een motivatie om door te gaan. Dus je bent eigenlijk wel een beetje verbaasd als je het helemaal niet verwacht had? Ik had het niet verwacht, nee. Nee, ik had voor iedere uitkomst was iets te zeggen. Ja. Dus ja, dan is het aan de jury waar die op beoordeelt. En dan lijkt me het heel lastig om zo diverse bedrijven te moeten beoordelen. Dus ik denk dat ze daar gewoon een lijstje van hebben gemaakt van die punten gaan wij kijken. Ja, en dan is het maar afwachten. Dan is het gewoon een oordeel van de jury. Ja. Maar je hebt hem, jongen. Proficiat. Ja. Dankjewel. Ja. Veel plezier ermee. Dankjewel. En ik zou zo graag willen weten, waarom hebben deze twee bedrijven nou gewonnen? Om te beginnen met Peter Verzeijden. Ja. Binnen Boksel heel bekend. Daarbuiten ook, met wat hij doet voor het hockeyelftal en dergelijke. Vanuit het gesprek wat we met hem hebben gehad en de voorinformatie weten we dat hij ook zijn problemen heeft gehad en van ver is moeten komen om te maken wat hij nu heeft. Binnen zijn branche is hij vernieuwend, toont daar ook mee lef, heeft met zijn nieuwe praktijk ook een stap genomen om iets nieuws te gaan doen. Wat allemaal iedereen heeft gehad is lef en iets betekenen, maar dat heeft hij bijzonder goed gedaan. Vergelijken met andere bedrijven is moeilijk omdat het andere branches zijn. En dan gaan kleine dingetjes doorwegen. En dat was voor ons een stuk kwaliteit in personeel. Dat gaf hij vanavond ook zelf aan dat zijn personeel doorstudeert. Dus hij zet zich af tegen wat zijn andere concurrenten doen. En dat doet hij bijzonder goed. Als ik iets wil vertellen over D&M. Frank heeft vanavond wat minder laten zien dan wat hij ons heeft verteld. Hij bracht het hier wat lacherig van, het moest. Ja, het moest, maar dat heeft hij wel met heel veel verve gedaan. Een productiebedrijf, dat is tegenwoordig al wat minder. Jonge vent doet dat denk ik op een stuk gevoel en doet dat ook op een hele bijzondere manier. En dat was een van de redenen waarom wij vonden dat hij het verdiende om te winnen. En ja, om iets over de anderen te zeggen, iedereen was uniek en bijzonder. Dat kan ze stuk voor stuk aflopen. Het is ook moeilijk, hè, dan? Het is ontzettend moeilijk. Vergelijken tussen verschillende bedrijven, ook met omvang. Ontzettend uitdagend, ontzettend leuk om eens een keer achter het bedrijf te kijken. Maar dan moet een keuze gemaakt worden. En wij staan achter die keuze en ik denk dat Boksel er ook heel trots op mag zijn. Zeker weten, dankjewel. Jij ook bedankt. Hey, Wouter.